VBRO nodigt artiesten uit Vlaanderen en Nederland uit in de Radioclub. Oude Rinus van de Veen, zoals hij is er geen een. Daarom houdt het dorp zoveel van deze man. Oude Rinus van de Veen, zoals hij is er geen een. Heb je zorgen, dan helpt hij al wat hij kan. We hebben vandaag bezoek uit Limburg. De man heeft zijn eind gereden, maar hij komt graag naar Brugge, uiteraard ook graag naar VBRO. Een tijdje geleden was hij nog onze trotsplaats en vandaag staat hij naast mij. Freddy Davies, goedemiddag. Dag Rudy, goedemiddag. Wat fijn dat je er bent. Je hebt een nieuwe single uit, hè? Een nummer van Drew Harris die je in een nieuw jasje hebt gestopt. Wel ja, een oude hit van Harris uit eind jaren 70, 1978, begin 79. Oude Rinus van de Veen. En ja, ik vond dat een heel mooi nummertje om toch nog eens opnieuw op plaat te zetten. Ja. Als ik de videoclip bekijk van het liedje, dan zie ik die Rinus ook. Dus hij bestaat toch echt? Wel ja, ik denk dat in elk dorp of elke gemeente wel een Rinus leeft. We hebben dat zo goed mogelijk trachten in beeld te brengen allemaal. Dus terwijl ik dat het liedje breng, zie je eigenlijk dus wat ik dus terug in mijn gedachten heb. Mm-hmm. Dus van beelden van weleer, zoals je zegt, over Rinus. Ja, ja. Dus ja. Dat is goed gelukt, zeker weten. Trouwens, jij bent al een tijdje, ja, zeg maar een 2 jaar helemaal terug in de picture. Hè? Hoe komt dat jij zo lang stil was en dan plots nu met de ene single naar de andere komt? Goh, ja, hoe komt dat? Laat ik zo zeggen, ik ben dus heel wat jaren eruit geweest terug. En sinds 2007 of 2008 ben ik dan terug stilkens aan begonnen. En dat is toen ook heel toevallig gebeurd dat mijn meisje kwam vragen om terug een optreden te doen. En zelfs eerst had ik geweigerd, ik zei dat ik doe dat niet meer, maar dan uiteindelijk zei ik dan, oh ja, ik wil dat toch maar doen. En eens je daar terug bezig bent, dan wil je verder doen natuurlijk. Ja. Maar sinds vorig jaar ben ik echt zo'n beetje, dat de mensen mij meer beginnen te kennen en beginnen te vragen. En ik moet zeggen, hoe komt dat? Hard werken, Rudy, dat weet jij ook. En dat is proberen om toch maar iets nieuw te brengen en een goed product op de markt proberen te brengen. Ja. En ik denk dat dat wel vanzelf komt. Ja. Is het vooral ook iets brengen naar de mensen toe waar jij zo van houdt? Want ja, je kan ook op andere manieren iets doen voor mensen. Je kan vrijwilligerswerk gaan doen, maar iets brengen op een podium, dat is jouw ding? Wel, dat heeft mij altijd enorm geboeid. Ik was als 15-jarige knaap eigenlijk, was zo bezig met discobar gaan spelen op allerlei feestjes en zo. Dus dat heeft mij altijd enorm geïnteresseerd, muziek in het algemeen eigenlijk. Ja. En ik leef ervoor. Ja. Goed, mensen kunnen jou terugvinden op het internet met de clips van jouw liedjes natuurlijk. Maar je hebt ook een eigen website en Facebook? Ja, ik heb een eigen website, www.freddydavies.be. Dus daar kan je alles terugvinden, hoe je mij kan boeken, hoe je lid kan worden. Als je eens mee wil reizen met een van de fanreizen. Ja, want dat doe jij ook vaak, hè? Wel ja, we gaan dus 2 keer per jaar dat we een fanreis hebben. We zijn nog pas terug van Spanje, van Loret de Mar. Dat hebben we dit jaar voor de eerste keer zelf georganiseerd. De voorbije jaren gingen ze mee met een reisagentschap die mij dan mee vroeg om daar gaan optreden. Maar nu dit jaar met 2 volle bussen, Rudy, ja. Zijn we daar. Hoppakee. Ja. Dus ze kunnen het allemaal terugvinden op jouw website, op Facebook. Ja, kan je allemaal terugvinden daar, ja. Oké. Okay. Oude Rinus van de Veen, de nieuwe hit van Freddy Davies.